Pink van mijn shirt. Nee, hij is leuk, hij is gewoon basic. Dus hij wordt mijn vriend. Hey, what's good, je Japaners zijn vechten. Super tof dat jij bekijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met de enige echte... Sabrina Poetri. Dit is nou echt een hele speciale video. Maar we gaan het ook meteen hebben over hoe weet jij of een meisje leuk vindt. Nou, wat wil je nog meer? Eten? Op zich wel. Ja. Ik heb... Nou, dat was het. Ja. Laten we beginnen. Neps zijn zo lelijk. Laten we eerst checken op Insta hoe ze eruit ziet, of ze lekker is of niet. Maar op Insta kan je best wel erg faken of je lekker bent. Ja, maar je laat het beste van jezelf zien. Ja, maar de een showt en heeft leuke foto's bijvoorbeeld en de ander niet. Ja, precies. En het is net waar je valt. Ja, ik check ook heel snel de Insta. Dan doen jongens ook. Dus stuur jij ook gewoon, dus wat jongens mensen doen is, die stuurt ook die Insta door naar die vrienden. En die vrienden moeten ook oordelen van... Ja! Is er... Nee, het is echt zo, het is echt waar. Ik zeg dus, stel ik vind jou leuk, ja? Ja. Dan zeg ik, oh, weet je, eerst van, oh, gaat het en zo. En dan ineens, meneer die. En dan zeg je, oh, dat vind ik best kut. En dan is het klaar, weet je? Ja. En dan zeg ik weer van, heb je nog een pen voor mij? Allemaal van die random dingen, weet je? Dus dan moet je wel reageren. Ja, en hij wil gewoon met je blijven praten. Ik denk dat meiden dan gewoon, als een meid iemand leuk vindt, dat je gewoon extra lief doet, extra veel aandacht geeft, als in, zeg maar, interesse tonen, luisteren. Ja, luisteren. Misschien als iemand echt verliefd is, dan zit ze, zo oké, dit doe ik altijd, maar dan zit het altijd zo en is het altijd zichzelf, maar ze let op haar houding. Dus stel je zou uit eten gaan, dat je dan altijd zo zit. Of ik denk in de houding dat jong altijd meer zo, weet je, zo. Ja, ik ben breed, zie, kast. Een jongen die komt jou tegen en een jongen is, heb ik aan mezelf gemerkt, als ik iemand leuk vind, dan blijf ik haar aankijken. Iets te erg. Dat gaat echt zo. Dat is heel eng, dat is echt heel eng. Nee, niet zo. Het is gewoon, stel ik vind iemand gewoon leuk, dan gaat het gewoon, ze zit daar, dus, dan kijk ik en dan zie ik dat ze kijkt, denk ik, kut. Zet die kant op, dan ga ik weer kijken. Maar het gaat automatisch, ja, maar dat, zo doen mij dat ook. Veel. Maar zelf als je een knappe dude in het openbaar ziet, dan kijk je ook. En dan kijkt hij dan zo. Ik heb niet gekeken. Ja, precies. Maar soms hebben de jongens gewoon de ballen niet om op een meisje af te stappen. Ja, als ze echt zo lekker is, dan ga ik echt denken van... Maar denk je dan meer van, ja, ik kan er toch niet krijgen? Op... Ja, ook. En ik denk echt van, wat moet ik zeggen als ik er ben? Dat, hoi, dat zie je er leuk uit, complimentjes geven. Dat doen ze alleen in films. Nee, dat... Ja, hallo, dat willen meiden juist. Ze willen gewoon films in reality hebben. Echt? Ja. Wat? Ja, nou, Lien, dat, ook willen, dat, dat willen meiden. Ik moest even kijken of de audio wel aan stond. Ik dacht ineens van, heb ik die wel aangemaakt? Ik denk dat het ook per persoon ligt hoe ze flirten en wat ze leuk vinden. Ik zou wel naar een jongen toe durven te stappen als ik echt denk van wauw, maar ik ben ook heel erg verlegen. Ik doe wel stoer van, hey, ik kan wel. Dus ik denk dat ik gewoon een bal moet hebben en dan heb ik misschien wel ooit een vriendin. Ooit. Ooit, als je 80 bent of zo. Ja, nou ja, nee, dan niet meer. Dan heb ik al die oma chicks. Denk je dat 80-jarigen dat nog doen? Ik wil er niet over nadenken. Elkaar fixen, denk je dat? Nee, laten we over een ander onderwerp. Zie je van die hele oude opa's? Oh nee! Zie je ze met zo'n rollator? Nee! Kijk nee, mijn rollator, nee. Schat! Spammen op app bijvoorbeeld, aandacht vragen. Dat is zo irritant. Dat kan ik heel goed begrijpen. Dat is zo. Nee. Mochten jullie wat anders hebben, laat het hieronder in de reacties achter. Misschien kunnen wij daarop reageren. Zit je nou te dabben? Ja. Wil je nog een keer dat ik met Sabrina ga opnemen? Laat het even achter in de reacties. Ik vond het gezellig, dat is leuk. Abonneer ook even op Sabrina, want we hebben op haar kanaal ook een hele leuke video gemaakt. Zorg er zeker voor dat je dan even subscribed en die video checkt. Dat kan hier, denk ik, hier ergens, zie je wel iets. En dan zien we jou met je leuke kopje weer later. Wil je nog iets zeggen? Hoe duur is jouw bril? Duur. Holy shit.